Ik moet het toch eens ooit doen, mensen. Sommige mensen kunnen dus geen leven doen. Ik kan nog niet eeuwen alleen blijven leven. Ik heb gevoelens. Ik heb gevoelens naar haar toe, naar Sanne Hubens. Ik wil ervoor gaan. En ik had zo meteen zeggen tegen Sanne dat ik gevoelens heb. Dus we gaan eerst proberen om een vriendschap uit te bouwen. En dat is zeer goed al verlopen vandaag. Daar ben ik echt blij om. Ik heb ook even over mijn seksleven ook gehad al bij haar. Voor ook wat haar gerust te stellen. Dat ik niet uit ben op seks, maar wel op ja, veel liefde en elkander nemen en geven. What the fuck? Zij is echt gesteld op haar privacy. Ik was even naar Bokker gegaan, niet om een wandeling te doen, maar wel om Sanne een bezoekje te brengen. Echt gesteld op haar privacy. Ze werkt in Bokrijk. Echt gesteld op haar privacy. Haar ouders zijn van Riems. Gesteld op haar privacy. En dan zit ze nog in een winkeltje, ook achter de kassa. Dus zo'n snoepenwinkeltje wat je daar hebt in Bokrijk. Privacy. Ze ergens kan afspreken met Sanne. Meer zei ik niet van achternaam. Er zijn zoveel Sannes, hè? Denk eraan, hè, mensen. Sanne Hubens. Voor mij en Sanne Hubens. Sanne Hubens. Nu, s'avonds heb ik ook nog een date met Sanne Hubens. Gesteld op haar privacy. S'avonds nog een sms'je zenden naar mijn goede vriendin. Naam. Sanne, maar Sanne. Er is een klik tussen mij en Sanne. 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 En Sanne. Sanne. Mijn allerliefste Sanne. 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 Dat ik nog altijd niet getrouwd ben. Nee, ik moet, ben momenteel bezig ook met Sanne. En daar gaat hoogstwaarschijnlijk ook mijn ware zijn. Zo. Ciao! Bam 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 b